Hey, kleine mensjes. Ik haat de monarchie. Pak aan, prins. Oh jee, hij mikt precies op de prins. Nee! Gaat het? Hoe voel je je? Bah, de gewone mensen. Jouw hoofd heeft mijn zoon gered. Ik kan je niet genoeg bedanken. Vanaf nu hoor je bij onze familie. Kom. Hier, werk eraan. Wat is er? Leesboeken? Zet ze niet op je hoofd. Wauw, zoveel gratis eten. Hé, arm meisje, we gebruiken bestek, een vork en een lepel, snap je? Oké, geen probleem. Hé, het is van mij. Geen bestek meer, probleem opgelost. Ik eet met mijn blote handen. Smerig. Klaar om te stralen? Kijk, een koningin geïnspireerde make-up. Wat? Nee. Draaien. Huh? De outfit komt niet overeen met de koninklijke dresscode. We moeten je zo snel mogelijk omkleden. Wauw. Je ziet er prachtig uit. Ik heb altijd al een dochter willen hebben. Hé. Auw, mijn hand. Mam, hij is gebroken. Huh? Jake, hou op met doen alsof. Bemoei je niet mee. We hebben het druk met de meidendingen. Genoeg. Dit betekent oorlog, zus. Ik heb een plan nodig. Hoe lok ik mijn zus in de val? Oh, een puppy. Dat is goed. Jij helpt met kwade plannen uit te voeren. Dit is briljant. Nee. Nee. Echt mooi. Waar komt dat geluid vandaan? Wie blaft er? Woef, woef, woef. Woef. Ja, er zit daar een puppy. Waar ben je? Hebbes. Oeps. Waar ben ik? Wat is dit voor plek? Wat? Ik heb de deur gevonden. Kom op, doe open. Slot, je hebt het verkeerde meisje gekozen om mee te sollen. Kom op. Wat is je geheim? Hey iedereen, druk op de like-knop. Het is dringend, zodat ik de deur kan openen. Alsjeblieft. Ik voel me zo ellendig. Wauw, zoveel geld. Misschien komt het nog van pas. Het frame is klaar. Ik ben geweldig. Wat is dit? Auw! Wauw, de huisdecoratie is prachtig. Wat was dat? Wow. Een huis dat een prinses waardig is. Er ontbreekt iets. Natuurlijk, een dak. Nu is het perfect. Wat zit hier? Wauw, zoveel lichtjes. Welkom in mijn landelijke paleis. Oh, juist, bont. Het maakt een geweldig kleed als entree. De kussen zijn het juiste niveau van chic. Oh, mijn nek. Dat zijn echt leuke gouden hangers. Een koninklijke spiegel. Oh, hey prinses. En luxe kandelaars. Oeps. Tot ziens. Aan alles wat aan mijn zus doet denken. Eeuw, deze afschuwelijke groepsfoto. Ik word er misselijk van. Haar schattige kussentjes. Doei. Oh, wat is dat? Haar dagboek.
dag. Beste broer? Kijk eens aan, mijn kleine zusje. Ik zal het goed met haar maken. Dat is een zwaar slot. Oef, waar is ze? Ik zie haar niet. Kaya, waar ben je? Het is allemaal haar schuld. Ik ga naar beneden om haar te halen. Het werkt niet. Auw! Broer, je bent er. Wat is dit? Oeps. Het lukt niet. We zitten vast. Ik ben claustrofobisch. Help, ik ga dood. Is dit jouw telefoon? Schiet op. Bel mama. Hallo? De batterij is leeg. Slechtste timing ooit. Hey iedereen, deel deze video alsjeblieft met je vrienden, zodat iedereen weet waar we zijn. En onze moeder komt ons hier weghalen. Alsjeblieft. Ik heb de sleutel. Perfect. We zitten hier voor altijd vast. Niemand komt ons redden. Ik zal proberen hem te ontgrendelen. Kom op, ga. Het is niet goed. Geef niet op. Bijna. Gaat het? Ja, wat is dat geluid? Het ontgrendelde zich. Het is ons gelukt. En nu weer uit. Huh? Mama! Wat? Hoi! Je bent failliet. Met veel schulden. Wat? Gefeliciteerd. We verkopen de koninklijke schatkist. Kom maar op. Kortingsdag. Een tiara met 50% korting. Oeh, deze tiara is echt iets anders. Ik geef je 50 cent. Geef hem het aan mij. Hij is van mij. Oh nee, nu zijn we platzak. Ik ben hier. Auw, vreselijke landing. Schat, ik ben hier. Laten we naar huis gaan. Mam, wie is die freak? Ken je hem? Ja, dit is de koning van de elfen, je vader. Pardon, de tiara is niet te koop. Hier is je 50 cent. Ik ben weer koningin. Wat is er, schat? We zijn het paleis uitgezet. Maar ik word de koningin. Wacht op mij. Nee, ik zal weer het enige koninklijke kind in de familie zijn. Wacht even. En ik dan? Je hebt me achtergelaten. Wat moet ik doen? Oh. Nou, laten we eens kijken of alle waardevolle spullen op hun plaats staan. Panzer, hier. Troon. Oké, neem het mee naar boven. Tiara, geweldig. Zet maar op de hoedenplank. Kronen zijn echt mijn ding. Leo, ik pak mijn tiara. En jij roept Kaya. Kaya, kom binnen, liefje. Oeh, dit is ons familie Fabergé-ei. Okay. Neem het mee naar boven. Leo, waar ben je? Hier, mama. Ga maar, schatje. Het voelt zo goed om weer thuis te zijn. Ik wil ook naar huis. Laat me vrij. Wat is dat voor geluid? Je hoort gewoon dingen. Oh, ik heb een idee. Ik ben een koninklijke wachter. Stop, uwe majesteit. Er staat een verdacht persoon bij de ingang. Ik zeg het je, ik ben een koninklijke bewaker. Uwe majesteit, er is een bedrieger. Ik ben geen bedrieger, ik ben prinses Kaya. Hier, kijk naar de foto. Deze bedrieger heeft een moedervlek. De prinses heeft het niet. Laat haar niet binnen. Huh? Nee, hoe oneerlijk is dat? Oh, mam. Kijk, er is een artikel over koninklijke trends. Lees het. Wat? Zijn de pruiken weer in de mode? Dat is interessant. Alsjeblieft. Het mist nog steeds iets. Dat klopt. Hoofden. Het zal werken. Oh, laat me met rust. Je hebt zeker ogen nodig, Kaya. Nu kan je zien dat dit prinses Kaya is.
Oeps, het hoofd is geknald. Wat is dit? Leo, hoe durf je? Schat, doe er iets aan. We moeten de vermiste prinses vinden. Wacht, dat ben ik. Ze proberen mij te vinden. Eindelijk. Ik moet mijn haar goed doen, anders herkent niemand me. Prachtig. Kijk, ik ben het. Ik ben tevoorschijn gekomen. Kom op. Huh? Wat is dit? Mijn selfie is helemaal verkeerd. Ik ben het. Kijk, ik ben hier. Veilig en wel. Wie wil er $1 miljoen? Kom op. Geef me wat aandacht. Ik ben het. Hé, blijf met je gezicht uit de buurt. Shoo. Oeps, mijn poster. Is dat niet? Ja, ja, dat ben ik. Er zit een slang. Op jou. Probeer het eens, schatje. Ik herinner me dat Kaya's vingers uitstaken. Nee, zij is het niet. Volgende. Hier, neem een toetje. Zo lekker. Nee, Kaya gebruikte nooit bestek. Mijn Kaya was een slordig varken. Jij bent haar niet. Dag. Deze wereld zit vol bedriegers, schat. Geef toe. Je bent geen prinses. Goed, je hebt gewonnen. Niet zo slecht. Ik ben het, de enige echte Kaya. Genoeg. Jullie zijn allemaal bedriegers. Je breekt alleen maar de harten van mijn ouders, bedrieger. Wacht, ik heb een familiehanger. Ik ben de echte Kaya, zie je wel? Oh ja, schat, zij is het echt. Ik ben zo blij. De hele koninklijke familie is er nu. Zoon, dit koninkrijk zal op een dag van jou zijn. Hé daar, het koninkrijk zal ook van mij zijn. Wat? Pap? Mam? Doe er iets aan. Wat? Kaya heeft een wilde verbeelding. Een creatieve heerser is precies wat ons koninkrijk nodig heeft. Schatje, we vertrekken naar de koninklijke conferentie. Jij hebt nu de leiding. Hier is je takenlijst voor vandaag. Hou een oogje op je zusje. Okay. Doei. Zusje, vandaag is je geluksdag. Hier is je to-do-lijst. Begin er maar aan. Ik ben boven. Is dat alles voor mij? Oké. Ik ben uitgeput. Hé daar, ik ben je tovervee. Wil je naar het bal? Ik was net aan het schoonmaken. Ik wilde je alleen maar helpen. Je staat op het punt om wat. Geweldig. Mam, pap, ik ben klaar met de lijst. Goed zo, jongen. Je bent zo'n betrouwbare zoon. Een echte prins. We hebben duidelijk hulp nodig. VP-tante, hier ben ik. Mijn kinderen moeten zich klaarmaken voor de kroning. Oké, maak dat je wegkomt. Nu heb ik hier de leiding, kinderen. Les 1 is hoe je moet buigen. Leo? Dat is een nachtmerrie. Kaya, ga je gang. Wauw, het is verbazingwekkend. Wow. Wat? Hoe kon dat? La 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 la. Oeh, vers afval. Hoe raap ik het op? Voorzichtig. Oeh, ik ben schoonheid. Ik ben genade. We moeten het volkslied van ons koninkrijk leren spelen. Goed gedaan, Kaya. Je bent zo getalenteerd. Ik hou van poppits. Mijn briljante leerling. Wiskundeles. Wat is de oplossing van deze vergelijking? Ik denk dat ik dit eerder heb gedaan. Is dat brood? Ik had het eerst. De vuilnisbak is echter van mij. Geef het terug. Dat doe ik niet.
Wacht. Laat me even nadenken. Aangezien we met z'n tweeën zijn, één brood en we kunnen het delen, dan krijgt ieder de helft van het brood. Bon appétit, vriend. Ik weet het antwoord. Het is 10. Hoe weet zij dit allemaal? Goed gedaan, Kaya. Je bent een briljante leerling. En jij bent een vreselijke student, Leo. Het is de kroningsdag. Kaya, stop met nagelbijten. Nou, het lot wordt vanavond beslist. Oh, zachte landing. Waar zijn je manieren? Oh, mijn troon is zo comfortabel. Moet ik nu iets doen? Niemand waardeert mij. Wie wordt de volgende erfgenaam? Wie krijgt de kroon? Kaya of Leo? De spanning maakt me kapot. Wie krijgt deze kroon? De sfeer is zo gespannen. Het gaat naar... Mam, wat is er gebeurd? Oeh, kijk eens wat ik gevonden heb. Ze zijn zo gegroeid. De tijd vliegt. In een modern koninkrijk is Hare Majesteit bevallen van twee prachtige baby's. Ieder van jullie krijgt een koninklijke hanger. Samen zijn we één gelukkige koninklijke familie. Mama houdt van jullie. Ga slapen, mijn prins en prinses. Au, ik kan echt niet tegen hekken. Hier is de koningin. Huh? De juwelen zijn onbereikbaar. In dat geval pak ik de volgende kostbaarste koninklijke schat. De prinses. Oh, een wonder. Het universum heeft mijn gebeden gehoord. Het heeft mijn baby gegeven. Wat? Waar is mijn dochter? Wakker worden, jonge prins. Het is middag. Wakker worden, Leo. Ik heb ontbijt op bed voor je. Wat? Meer suiker en lactose? Ah. Hier is geld. Koop elk ontbijt dat je wilt. Dankjewel, mam. Kom naar mijn garage sale. Waar heb je een hekel aan? Het is DIY. Oeh, uwe majesteit. Bent u ergens dol op? Eeuw. Waar heb je die hanger vandaan, meisje? Geen idee. Ik heb hem al sinds mijn geboorte. Het is van mijn biologische moeder die ik nooit heb gezien. Mijn dochter, ik heb je gevonden. Bedankt, maar nee. Sorry. Deze hanger is deel van onze verenigde familie. Ik ben je biologische moeder. Je werd ontvoerd uit je wieg. Maar nu ben je terug, mijn prinses. We zijn eindelijk weer samen. Laten we gaan. Wacht even. Ik moet mijn spullen inpakken. Oké, ik ben er klaar voor. Laten we gaan. Hier is ons kasteel. Maar laten we eerst de schoenen opruimen. Onze vloer is prijzig. Je schoenen moeten altijd schoon zijn. Mamma mia, is dat vuil in plaats van schoenen? Dat kost een hele dag werk. Heb je een grotere borstel nodig? Nou, laten we maar beginnen. Helemaal klaar. Ik heb mijn best gedaan. Zoon, kijk eens wie hier is. Het is je zus. Wat? Broer, ze stinkt. Doe niet zo pietluttig, Leo. Het is een familiereunie. Knuffel je zus. Goed, mam. Een broer hebben was mijn levenslange droom. Dochter, dit is jouw badkamer. Je kunt je hier wassen en optutten. Wat? Moet ik hierin? Oeh, het is glad. Dit wordt lastiger dan ik had verwacht. Goed, ik zal je een handje helpen. Geurkaarsen voor een vredige sfeer.
wat is dit? Is het gevaarlijk? Bediende, ik ben er. Zorg voor de prinses. Oké. Oh, je bent zo mooi. Ik kan het niet aan. Kijk nu jezelf in de spiegel. Nu ben je een echte prinses. Dat ben ik niet. Wat? Ben ik het? Echt niet. Wat? Ik zie er schattig uit. Zo zag je eruit toen je een baby was. Neem plaats aan tafel, kinderen. Laten we lunchen. Ik heb nog nooit zoveel eten gezien. Eet smakelijk. Waar is dit voor? Een minispiegel? Het is een lepel. Ach, maakt niet uit. Ze is gek. Ik eet met mijn handen. Zoals ik het gewend ben. Liefje? Oké, dan. Het smaakt zo goed. Kom op, Leo. Doe je mee of niet? We zijn een familie en we moeten elkaar steunen. Moet ik mijn pap met mijn handen eten? Dat is smerig. Al mijn kinderen... Helemaal perfect. Laat je oor met rust, Kaya. Miss Grace, wilt u Kaya leren zich te gedragen als een echte prinses? Zeer zeker, uw majesteit. Hallo, Kaya. Doe alles wat ze beveelt. Laten we beginnen met je houding. Zet boeken op je hoofd en loop. Daar is mijn nek nog niet klaar voor. Laten we gaan, prinses. Kom op. Oh, ik noem het een quasi-modo-walk. Schouders naar achteren. Beweeg je heupen. Oké, heb eens. Auw, mijn dij ligt op de grond. Bravo, prinses Kaya. U bent niet gevallen. U heeft het gehaald. Mag ik de badkamer gebruiken? Oeh, ik ben een briljante lerares. Ze doet het fantastisch. Nee, er is maar één manier. Geen onnodige bewegingen. Geen gepraat. Kijk maar aan. En maak een buiging. Ze is hopeloos. Ik stop ermee. Mijn verjaardag. Eindelijk. Maar het is ook de verjaardag van mijn zus. Het is oneerlijk. Ik wil een auto als cadeau. En mijn zus krijgt de olifant. Verrassing. Oeps. Fijne verjaardag, mijn lieve kinderen. Leo, heb je de cadeaus verwisseld? Ik heb nog nooit zo'n feest gehad. Een olifant. Mijn wens is uitgekomen. Een echte schattige olifant is altijd al een droom van mij geweest. Geen kartonnen knipsel. Zo naïef. Wie heeft er in vredesnaam een olifant nodig? Wat heb ik gekregen? Wauw, een zieke nieuwe auto. Wat? Dus dat is mijn auto? Lieverd, hier is je cadeau. Deze olifant is nu van jou. Jahoe, het is een echte olifant en geen schilderij. Dus dat is wat een koninklijk cadeau betekent. Wauw, een echte olifant. Wauw, mijn nieuwe wagen. Het kan me niet schelen dat het roze is. Hij is snel en krachtig. Wauw. En hij start niet. Wat? Waarom start hij niet? Kaya? Ik zit op een olifant, loser. Dus wie heeft er nu geluk? Lieverd. Draaien. Nee, je oude kleren zijn niet helemaal goed. Je bent wanhopig op zoek naar een nieuwe garderobe. Wauw, zoveel geld. Mama, ik heb ook geld nodig voor kleren. Je pak is gloednieuw. Kijk, er steekt een draadje uit. Zo kan ik niet rondlopen. Prima, ga je gang. Dank je wel. Dat is pure verduistering. Het is een fortuin. Is er een kledingwinkel in de buurt? Oh, een goedgelovige prinses. Mijn klant. Wacht even. Geef het aan mij. Ik kan er niet bij.
Auw! Op hakken lopen voelt raar. Is al dit geld eigenlijk wel van mij? Ik koop een nieuwe jurk voor mezelf. Wauw, kleren zijn zo prijzig. Hallo, zoek je een nieuwe jurk? Kost het 100.000? Yes. Wauw, vertel me hoeveel deze kost. Dit gordijn? $100. Ik neem het, geweldig. Hier, mama zal mijn koninklijk gewaad geweldig vinden. Ik heb geld nodig voor eten. Alsjeblieft, arme schat. Het betekent de wereld voor me. Hou je taai. Wauw. Hallo, zus. Heb je al besloten wat je draagt naar de koninklijke receptie? Ik heb een heleboel outfits voor je. Waar ga je voor? Trek een kaart. Dit? Weet je het zeker? Zo kleden royals zich. Oké. Jullie gaan mijn dochter bijna zien, prinses Kaya. Schat, wat heb je aan? Ik wist dat je me voor de gek hield, Leo. Rustig aan. Hier, trek dit aan. Beter? Moet je haar zien? Ziet eruit als een grap. Ik ben totaal vernederd. Stop met lachen. Schat, prins, je bent hilarisch. Sorry, ik moet naar mijn familie toe. Ik hoor er niet bij. Schat, stop met snikken. Kijk, ik ben gekleed zoals jij. En niemand zal de koningin durven uit te lachen. Ik hou zoveel van je. En ik hou van jou. We zijn toch een familie? Wapenstilstand? Hey iedereen. Laat me hieronder in de reacties weten welke koninklijke receptie-outfit de beste is. De eerste, de tweede of de derde? Doe het nou maar. Het gaat knallen. Het lijkt erop dat iemand veel te veel brownies heeft gegeten. Dat is het. Geen snacks meer in het paleis. Je gaat niet naar binnen. Wat? Nieuwe regels. Ik ben eigenlijk een prins. Hoe durf je? Ik zal een klacht indienen. Echt niet. Hoe moet ik nu leven zonder snoepjes? Wat is er nu weer aan de hand? Ze willen ons niet binnenlaten. Eén woord. Kijk eens naar dit horloge. Het is gelukt. Ga naar binnen. Freeze. Wat als... Stop met lachen. Ik hou jullie in de gaten. Hey, peetkinderen. Ik heb een plan. Graag gedaan. Ja, frisdrank. Ga ervoor. Hallo, we wilden de baby een rondleiding geven. Fijn, mag ik haar vasthouden? Dat zagen we niet aankomen. Oeps. Hoe durf je? Pak aan. Bam. Hey, majesteit. Royals zijn niet geschikt voor dit soort dingen. Aan de andere kant. Ik heb net een geweldig plan bedacht. Ik zal wat magie opsparen en het nog eens proberen. Nou en... Je hebt me gewoon veranderd en dat is het. Briljant plan. Hier, kijk. Dat is gewoon belachelijk. Ik lijk precies op de koninginmoeder. Niemand geeft om diamanten. Lollies zijn wat ik nodig heb. Majesteit, kom binnen. Wie in de wereld is dat? Een bedrieger? Ik ben de echte koningin. Dit is schandalig. Bewaker, laat haar arresteren. Hey iedereen, help! Reageer hieronder wie van hen de echte koningin is. Ik kom er zelf niet uit. De eerste of de tweede?
Hoe durf je mij in twijfel te trekken? Eraf met je hoofd. Magische pollen zullen de dag redden. Jij Grietel. Kinderen zijn zo lief. Het koninkrijk krijgt vandaag te maken met sterke onweersbuien. Iedereen dekking zoeken. Zo te zien is de tweeling volledig voorbereid om deze keer snoep mee te smokkelen. Heb je daar ook aan gedacht? We hebben selfies nodig. Lachen! Ah, nee, alsjeblieft. Zorg dat ze weggaan. Ik zal zo lief en aardig zijn. Oh, ik kan nauwelijks nog lachen. Laten we hier weggaan. Wat? Zijn de demonen weg? Oeh, gelukkig maar. Leo, kijk. Laten we tatoeages nemen. Ik ga eerst. Ik niet. Kom op. Geef het me nu. Ben je gek? De koningin hakt mijn hoofd eraf. Zijn ze echt? Rustig aan. Chocolade. Mijn beurt. Kom op, Leo. Laten we het helemaal volmaken. Alsjeblieft. Is het niet prachtig? Wauw, moet je proberen. Vingerlikken. Yo, hoi. Wauw, laten we feesten. Zelfs onze tatoeages zijn hetzelfde. Oef, ik kan het om een of andere reden niet meer. Ik ben ook kapot. High five, zus. Hey, wat is dit? Nutella. Kijk, Kanye West is geannuleerd. Helemaal. Rennen. We hebben een watermeloen voor de koningin. Hij is rijp. Moeten wij hem snijden? Wacht even. Je krijgt hem niet. Bam. Kijk eens. Ik heb het tot hier gehad met jou. Tada! Een hele taart. Wauw, waar snijden we hem mee aan? Geen idee. Ik weet het. Doe gewoon. Kia! Kia! Stop! Phew. We kunnen een bijl lenen van de bewaker. Pakken hem door en geven hem meteen terug. Laten we het doen. Hard trekken en rennen. Ze zijn terug. Ja. Val aan. Zij is het. Ga in de schuilkelder. Aanvallen. Pak aan. Hallo. De nieuwe jurk is zo ongemakkelijk. Laat eens zien wat er is. Wat? Er moet iets met de bril zijn. Ben je klaar? Ik heb niets bij me. Stop! Niet doen! Wilde je het serieus verbergen? Ach, wat dan ook. Ik ga weg. Mam. Mama. Ze blijft ons pesten. Ah, hoe durft ze? Ik zal je vernietigen. Nee. Alsjeblieft. Heb medelijden met me. Ik smeek je. Ik ridder je. En onderscheid je met de meest eervolle orde van het koninkrijk. Heel erg bedankt. Ik ben slanker geworden. De jurk past. Je mag weer snoepen. Help, ik heb niets te eten. Bedankt. Wauw, een echte munt.
Het kan niet van me weglopen. Wat is er, Jenna? Er is iemand op de weg gesprongen. Oh jee, ze is zo schattig als ze slaapt. Goh, ik mis een dochter. Ik wil dat ze blijft. Bah, ze stinkt. We kunnen haar niet laten blijven. Ik hoop dat ze bijdraait. Waar ben ik? Wauw, dat is veel goud. Het is verblindend. Nu ben je mijn dochter. Wauw, mam. Leo lieverd, knuffel je zus. Haar? Mijn broer. Bah, ze stinkt zo erg. Blijf bij mijn buurt. Oh jee, ik moet nu mijn handen wassen. Maak je geen zorgen, ik weet een manier. Dat is een interessant ding. Ik bedoel, wat moet ik ermee? Ik zal het je laten zien, schatje. Het is een douche. Red me! Auw! Jenna, ik heb hulp nodig. Hoe doe ik haar in bad? Ik denk dat ik wel een manier weet. In bad doen is toch niet erg? Het is leuk! Vervolgens gaan we haar haar doen. Laten we beginnen met kammen. Daar heb ik geen zin in. Jenna, ik kan dit niet alleen. Je moet komen. Trekken. Rustig. Laat maar. Geloof me, in een mum van tijd ben je weer helemaal goed en normaal. Heel erg bedankt. Ziet er geweldig uit. Op naar de glamour. Prachtig. Nu gaan we naar de paskamer. Ben je er klaar voor? Ik ben gek op deze fit. Oh nee, prinsessen kleden zich niet zo. Waarom? Het zit zo lekker. Dit wordt nog een challenge. Wat vind je van deze jurk? Wauw, daar gaat een belletje rinkelen. Wacht, ik heb deze jurk in handen. En deze dan? Wauw. Die is perfect. 10 uit 10. Ik ben er ook verliefd op. Bedankt, mam. Mam, welke stropdas moet ik nemen? Rotte vis of duct tape? Lieverd, heb je een zonnesteek of zo? Het is niet grappig. Omkleden. Jij en je stomme grappen. Geëerde gasten, laat me mijn erfgenamen aan jullie voorstellen. Prins Leo en prinses Kaya. Ga van het podium af, sloddervos. Prins Leo, komt er applaus of niet? Ik ben geboren met een zwaard in mijn hand. Samen hebben we in grote gevechten vijanden gedood met een enkele slag. Buitengewoon vreed. Alsof het een reden is om trots te zijn. Bravo, prins. Genoeg, maak het podium leeg. Ga weg. En het kroonjuweel. Mijn ogen hoed. Dit gaat te ver. Het is afschuwelijk. Maak je geen zorgen, we maken het goed. Kaya, op het podium. Hé jongens, ik zing voor jullie. Mijn meisje. Kom op. La la la. Slay baby. Ze is een natuurtalent. Mama is aan het filmen. Let it go. Let it go. Oh, snap. Ik ben de tekst vergeten. Laat alsjeblieft in de comments weten wat de tekst is. Bespaar me de schaamte. Huh? Oh, een muntje. Nog eentje. Ik hou van munten. Wat? Puur goud? Wat een geluk is dat! Hebbes! Oh nee! Waar ben ik? In de gevangenis? Haal me eruit! Het is in geen eeuwen opgeruimd. Niets dan stof en spinnenwebben. Wat is dit? Wauw! Een doos van topkwaliteit. Ik weet wat ik ermee moet doen. Hier is er nog één.
De funderingen van de toren zijn klaar. Hmm. Is het karton? Ik heb geluk. Ik knip het overtollige af. En voilà, de toren heeft een dak. Als je tape hebt, kun je de muren zowel vastzetten als versieren. Oh ja. Wat zit er verstopt in de kist? Een poort. Die kan ook wel een dak gebruiken. En een vlag. Ik heb mijn eigen kasteel. Het tapijt is zo zacht. Ik ben er dol op. De kist is het uitkomen waard. Nu heb ik een tafel en lampen. En zomaar veranderde een doos in een geweldig bed. Ik ben nog nooit zo opgewonden geweest.